Ik kom uit de wijk Ondiep en Ondiep staat bekend als een echte volkswijk. Ik was altijd op straat, altijd aan het voetballen en met grotere jongens. En dat heeft me wel sterker gemaakt. Ik wil alles winnen. Of het nou een spelletje kaart is of een wedstrijd, een finale. Ik wil alles winnen. Je speelt voor het Nederlands elftal, je speelt voor je vaderland. Iedereen kent de beelden van het Oranje Legioen, de gekte. En daar wil je gewoon weer deel van uitmaken, elke keer weer. Op het moment dat je zo'n oranje shirt aantrekt en het wil helemaal speelt en het hele stadion staat op zijn kop, ja, dan ga je. Je merkt echt aan deze ploeg, er staat wat. En er staat een ploeg die honger heeft om een prijs te gaan pakken en die er klaar voor is om een prijs te gaan pakken. Hi, ik ben Nathalie LaRose, 24 jaar. Ik kom uit Amsterdam en ik woon nu in Los Angeles, bezig met mijn zang- en danscarrière. Het is hard werken, maar het is een avontuur en ik hou van uitdagingen, ik hou van vechten. Het feit dat ik die eerste stap heb genomen, dat ik naar LA ben verhuisd, dacht ik van, nou, ik gooi alles overboord en ik ga gewoon recht op mijn doel af. Je moet altijd klaarstaan, waar dan ook. Weet je, je moet altijd voorbereid zijn dat je ontdekt kan worden. Dit is echt waar ik voor leef, dit is mijn passie. Vanaf kleins van was ik al overtuigd dat ik voetballer zou worden. Ja, vanaf mijn tweede sliep ik al met een bal. En je groeit natuurlijk in Amsterdam op met straatvoetbal en je weet niet anders. Oké, en als je hand achter je hoofd zo hebt, dan trek je minder. Is dat beter? Zoals ze in Engeland zeggen, very professional. Ik handel meestal altijd naar gevoel. En dat is ook met alles, niet alleen met voetbal. Dat is hoe ik ben. En ja, ik denk niet dat ik één bepaalde specifieke keuze heb gemaakt, maar waartoe dit heeft geleid me. Ik denk met ons team hoe we voor niemand bang te zijn en we gaan er ook vol vertrouwen in. Vanaf wedstrijd 1 moeten we direct staan. Muziek is sowieso belangrijk voor mij. Naast voetbal is muziek mijn grote liefde, zeg maar. Ja. Mijn naam is Rivers, a.k.a. Young Quincy, en ik maak hits. Ik haal mijn inspiratie uit alles om me heen. Het zijn een kleine dingetjes, een stofzuigblikjes. En daarmee creëer je ook een beetje een eigen geluid. Ik ben blij dat ik elk jaar weer een soort van stijgende lijn heb. En dat inspireert je om door te gaan. Het is gewoon toch wel mooi om te zien dat je een droom hebt en dat je succesvol bent ermee. Ik denk dat dat al een hele inspiratie is. Dat je dromen werkelijkheid geworden zijn. Mijn naam is Nalden en ik ben eigenlijk gewoon een ondernemer. Ik ben co-founder van WeTransfer. Daarnaast heb ik een blog, nalden.net. Ik raak er heel erg gelukkig van als ik mensen kan helpen door mijn interesses te delen. Niet eens dat het gaat om mensen te helpen, maar ik vind dat ik heb een soort drang van mij, van binnen, dat ik dat gewoon wil delen. Nou goed, ik denk dan zo, weet je, dat je... Kijk hoor, dat je... Ik denk dat het enthousiasme wat ik heb mij identificeert als persoon, waardoor ik dus op een andere manier dingen doe dan andere mensen met een blog. Oh, kijk, zeker met vrienden, ja. Ik heb zelfs de WK-finale op de Dam gekeken. Ging weer net een hele uittenue naar de Dam, waar iedereen oranje was en wij dus wit. Dat was classic. Heel speciaal om het uit-t-shirt van Nederland aan te hebben. Ja, die oranje touch vind ik natuurlijk wel het mooiste. Ik ben Doutze Kroes. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen als model. Ik ben ook moeder en zus en dochter en actrice, ja. Dat is heel nieuw voor mij. Ik zei laatst tegen mijn moeder, we waren met z'n allen vakantie en ik moest een dag naar Parijs. En toen zei ik tegen haar, ja, het is wel zwaar, ik mis jullie. Maar toen zei ik van, het geeft ook een kick dat ik hier aan het werk ben, maar daardoor kan ik jullie wel een mooie vakantie geven. Je voelt je eigenlijk een soort, ja, het is een beetje mannelijk ook, dat je voelt dat je aan het werk bent, maar je kan je familie verzorgen. Ik vind het heel spannend, want het lijkt wel alsof als ze dichter bij de finale komen, dan raak ik ook meer gestrest. En die finale vorig jaar, is al 2 jaar geleden, toen ben ik naar Zuid-Afrika gevlogen. Ik was zwanger. Ook nog. Maar ik moest dat gewoon zien. En ik wist zeker dat ze gingen winnen. Dus ik denk van ja, mensen zeiden tegen mij van ja, maar wat als ze niet winnen? Maar ik zei, die optie is er niet. Ze gaan gewoon winnen.
Ik ben Nick van der Wal, ook wel bekend als DJ Afrojack. Als het genetisch zou zijn van mijn moeder, want die heeft 15 jaar lang een dansschool gehad. Vanaf mijn geboorte luister ik al de hele tijd naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4. En de hele tijd. Dat is zeg maar mijn eerste ritmische aanleg geweest. Het antwoord om een succesvol leven te leiden was voor mij gewoon je eigen ding doen. En alles laten gaan en dan komt dat vanzelf wel. Ik heb de laatste wedstrijden van Nederlands elftal in mijn eentje of samen met mijn tourmanager op het terrasje moeten kijken. En dat is het enige wat jammer is. Want vroeger, tot mijn 17e, was altijd Nederlands elftal spelen. Met z'n allen in één huis, op de bank, biertje erbij, borrelnootjes en gaan met die naam.